Oh, mijn god. Het is een soort van reunie aan de hand, want ik ga namelijk naar een barbecue toe in Hilversum met Martijn, Bram, Jesse Marines en Bram, Jelle. En Maarten, Jelle. En Jelle komt ook. Maar ik heb denk ik een groot deel voor het laatst denk ik gezien na onze vakantie, dat was in augustus, dus ik heb ze bijna een jaar niet gezien. En eigenlijk voornamelijk over de Zoom gingen we dan soms Zoom cocktails drinken en verhalen vertellen wat er weer was gebeurd in het leven. Maar dit is voor het eerst weer in levende lijf, hè? En om 12 uur gebeurt iets heel speciaal. Want dan is dit lichaam namelijk 30 jaar. Ik word 30. Dus clowntjes zijn helemaal klaar voor. Maar ik moet wel zeggen, ik vind, het is maar een getal. Maar het is wel, ik vind het wel opeens, ik denk, ik was toch vorige week 23, maar dat is dus echt niet meer zo. Maar 30, vanaf 30 wordt het echt ook leuk. Ja? Ja, nog leukerder? Ja, want dan ben je soort van nog jong, maar je weet ook zeg maar dat je tegen heel veel dingen gewoon kan zeggen fuck off. Oh. Maar op een heel erg goede manier. Oké. Okay. Dat is heel fijn. Zin in! Ik heb even een flesje van het een of ander meegenomen, maar ik ben dus bij Martijn en Bram in de koelkast, maar moet je nou kijken. Er is gewoon geen plek. Hier, ook helemaal vol. Dat doe ik hem even in de vriezeretten. Toen dacht ik, oh, hier staat er ook nog eentje. Hij zit ook gewoon helemaal vol. Nou, ik denk dat ik niet omkom van de honger. Maar goed. Denk ik dan maar gelijk opdrinken. Ja, het, zien hem, het ligt helemaal vol, hoor. Maar jullie hebben het ook helemaal opgeruimd, joh. Ja, perfecto. We hebben niet zo heel veel in huis, dat is wel een beetje vervelend. Ja. Maar, wil je een paar pakken dubbelfris? Wil je een krat bier, wat wil je, zeg maar. Mijn god, dit is gewoon een soort van de co-op, weet je wel, of de Albert to go. Ja, als ze te veel voorraad hebben. De Martijn to go. Nice. Dit is allemaal Brams werk, hoor. Ja, Bram to go. Weet jullie nog toen je 30 werd? Ja. Hoe vond je dat? Oh mijn god, ik was in Londen. De gulden nog. Echt? Nee, joh. Een grapje, natuurlijk wel. Nou, oké, sorry. Maar weet je nog toen je 30 werd? Ja. Hoe vond je dat? Ik vond het super leuk. Ik merk het dus helemaal niet dat ik ouder ben geworden, want in mijn hoofd ben ik nog 23. Ja, wel hoor. ik heb het dus alleen dat ik dan een mail krijg met: hoi Doug, wil je auditie doen voor de rol van vader? Dat ik dan denk: nee! Ja, geef het nog 2 jaar, dan worden de mailtjes: hallo meneer Van Dijk, zou u erop willen? Dat accepteren, u heeft nog steeds niet gereageerd. Leeft u nog? Hallo. Het is heel leuk om 30 te zijn hoor. 40 is ook heel leuk. Weet jij nog toen je 30 werd? Ja, ja, zeker. Hoe vond je dat? De laatste keer dat ik een feest heb gegeven. Ja? En hoe vond je dat? Heel heftig. Omdat ik zag mezelf ook heel lang als een jonge twintiger. Mm-hmm. Maar sindsdien is dat dus dat leeftijd moeilijk is, want het ouder worden moeilijk is. Sindsdien is dat verdwenen bij mij. Oké. Okay. Dat was de grens. Oh. Ja, het is heel gek, maar ik heb er eigenlijk nooit moeite mee gehad, maar nu opeens denk ik. Oh. Ah. Maar goed. Ik vind 30 echt een piepjong klinken, maar ja. Ik ben bijna 40. Wat? Daar gaat ie. En we tellen af vanaf 30. 30. Oh. Woe! Komt er? Hoi! 5, 4, 3, 2, 1. Hey! Oh mijn god! Ik ben gewoon 30 geworden. Oh ging zo snel. Hoe voelt het? De laatste paar uren ging heel hard. De laatste paar uren. Oeh! Nou, het eerste wat ik zie. Is het een pony? Is mijn favorite Ferrero Rocher. Zou ik misschien naar de fabriek willen van Ferrero? Oh mijn god. Oh, dit, maar, ik dacht even. Zag ik een leuke foto van mezelf, maar dat ik. Dat is een goed vooruitzicht, toch? Ja, maar wel schrikken. Als je 31 wordt. Nou, dat heb ik nog niet opengemaakt. Het is wel echt heel intens. Oh, mijn god. Wat?
Ik pist. Nee, maar die ene, deze. Kijken, kijken, kijken voor alle kijkers. Ja, dat wordt één grote blur. Holy. Ja, dat wordt een grote blur. Is Paris, is het oogcreme? Is het collageen, extract? Al die rimpelcremetje. Ja. Q10 plus. Oh, zo lekker! Ja? Oh mijn god, wat een verrassing! Nou, dat is mijn nieuwe favorite! Nice, ja. Hoe wisten jullie dat? Kaboutertjes! Nog nooit eerder vertoonde beelden! Oh! Waarom wordt het top? Rustig! Stop! We hebben natuurlijk elkaar heel lang niet gezien, dus dit was nog voor jouw verjaardag. Oh, jouw verjaardag. Leuk. Dit was nog voor jou. Een gehandicapte met één hand, die hebben al zo'n plastic ding gegeven. Dat is een verhandeling. Ik heb het extra stevig ingepakt. Oh. Het grote poezeboel. Oh. Laat even de voorkant zien, hoe snoezig. Oh, kijk zo. Oh. Oh. Oh, is het nog? Het is van heel lang. Never say never. Oh ja, uit het goede tijdperk. Nou, die gaan we dus snel opbranden. Nooit in, maar. Het was met de kaarsenactieveiling voor de soesjes met tante Gerda, Joki. Ja. Wat een beauty. Dank je. Alsjeblieft. Helemaal. YouTube husband. Thank you for everything. Tot volgend jaar. Het was super leuk om mijn verjaardag al een beetje te vieren, de aanzet. En over 2,5 uur is het zover. Dan is het tijd aangebroken dat ik 30 word. Ik ben wel benieuwd hoe jullie het vonden om 30 te worden of te zijn. Of zijn er veel dingen veranderd? Vind je dat je zelf bent veranderd? Ik ben benieuwd. Nieuw mijlpaal. Oké, ik denk dat ik er wel klaar voor ben. Dook 3.0. En nog een leuk cadeautje voor een van jullie, want een paar vlogs geleden deden we een spullen veilingsactie. En daar zat een vraag bij, namelijk wat is Dook's lievelingsdier? En dan kon je een waardebon winnen van 25 euro voor spullen. En de winnaar is... Jacob Wies. Nou, gefeliciteerd. Charlotte neemt contact met je op en ik zou zeggen... Ja, koop lekker spullen leeg. Veel plezier. Vergeet niet te liken en te abonneren. Het is gratis. En ik vind het leuk.